Ik wil in ieder geval beginnen met vanuit mijn kant te zeggen dat ik eigenlijk enorm trots ben. Ik ben enorm trots weer op deze opkomst. Ik ben enorm trots, ik heb op heel veel dingen trots de laatste tijd. Ik ben heel trots dat ik vader ben geworden. Ik ben enorm trots op hoe Janneke dat allemaal gedaan heeft en hoe we dat nu allemaal mogen aanpakken. En bij de Fysiocademy jaaropleiding module Mondflora werd ik nog trotser gemaakt door wat twee cursisten zeiden. Eén had voornamelijk te maken met Christian. Het was tijdens de pauze. We zaten daar tijdens de pauze. Simon die zat tegenover jou en die zei van, potverdorie, Christian, wat is er aan jou veranderd? En Christian lachte, net als dat hij nu doet. En Simon begon een beetje, ja, ben je afgevallen? Nee, ja, je baard is ietsje langer, maar god, dat is het ook niet. Hij zei, maar je straalt iets uit. Je doet, dat is echt anders. En Christian begon trots te vertellen van, goh, joh, vorige businessdag, zo en zo veel impact gemaakt tijdens die businessdag. Een traject ingegaan bij Mark. En de week daarvoor had je net drie volledige trajecten verkocht waar je enorm trots op was. Maar dat was het niet alleen. Je bent als persoon zoveel inzichten, zoveel meer in je kracht gekomen. En dat zie je. Ja, en ik ben enorm trots op dat we überhaupt mogen faciliteren dat we dit soort dingen voor behandelaars en trainers mogen doen. Ja, dus dat we niet alleen heel veel kennis mogen delen, wat mijn grootste passie is. Maar dat we ook jullie mogen faciliteren en mogen helpen in hetzij in je kracht staan, hetzij het idee voor je business, hetzij wat je ook maar wil gaan weer leren vandaag. Ik ben enorm trots op dat ik dat mag doen. En daarnaast was Eltje de volgende persoon waar ik mijn introductie op gebaseerd heb. Maar dat was tijdens het eten, de module Mondflora en immuunsysteem 2.0. We gingen van vrijdag op zaterdag een lekker hapje eten met een mannetje of acht om ook weer te sparren over hey, hoe gaat het en wat doet het en ook gewoon lekker gezellig samen te zijn. En toen zei Eltje van ja, weet je wat ik zo mooi vind? Ik vind het zo mooi dat er zo'n mooie positieve beweging op gang komt. Ja, de een ervaart dat sterker dan de ander, maar ik ervaar dat ook tijdens de jaaropleiding zeker. Er komt een hele mooie positieve beweging op gang van behandelaars en trainers die met het zes domeinen gedachtegoed aan de gang gaan. En niet alleen heel veel impact maken op vitaliteit van mensen, hè, want dat is doel nummer één en dat wordt enorm veel gedaan. Maar zijn ook heel erg aan het zoeken van, hey, maar we moeten dit bekender maken. Hè, dus zoals de fysiotherapeut zijn term heeft en de personal trainer zijn term heeft. Hoe gaan we de fysiospecialist wegzetten? Hè, die moet straks eigenlijk net zo bekend zijn en dat mensen gewoon weten hoe ze die moeten vinden. Hè. En er werd al wat gebrainstormd aan tafel en gezegd van ja, daar moeten we wat mee. En dat groeit ook, hè, en dat krijgt allemaal zijn plek. En toen ik ben begonnen, had ik nooit gedacht dat ik dat binnen, ik zei al 5 jaar, maar het is eigenlijk nog maar 4 jaar geleden, dat het echte begin gestart is. En dat wil ik heel erg met jullie delen. En wat ik jullie heel erg gun is, 1, dat je natuurlijk heel erg trots op jezelf bent. 2, dat je net zo in je kracht komt te staan zoals Christian dat is te komen staan als dat nog niet zo is. En 3, dat je zelf ook steeds meer mag ervaren dat er zo'n positieve beweging op gang komt, waar we heel veel van elkaar mogen leren. Want ik leer van jullie, jullie leren van mij, jullie leren van elkaar. En om daar gewoon wel heel erg bewust mee bezig te zijn. Dus dat was mijn introductie. En het thema voor vandaag is succesvol op jouw eigen manier. Dat is het onderliggende thema. En succesvol op jouw eigen manier zegt het al. Hè? Succesvol op jouw manier. Waarom is dat zo? Er zijn hier heel veel behandelaars en trainers aanwezig die heel graag aan de slag willen gaan, maar die vinden dat het programma nog niet af is. Hè, of nog een beetje onzeker zijn van, ja, ik weet nog niet zo goed wat ik moet vragen. Ik heb een paar mensen gesprek gehad, dat ging nog niet zo goed. Of mijn omgeving die steunt me nog niet zo. Maar aan de andere kant zijn hier ook al heel veel mensen die dat de vorige editie ook vonden en dat ook heel erg voelden. Hè, van, ik vind het nog spannend of het is nog niet af of het is niet, maar ik ga het toch gewoon doen. Ja, dat was een van mijn slogans van vorige keer. Word goed in doen. En die mensen die dat daadwerkelijk zijn gaan doen, heel veel daarvan die zijn erachter gekomen van, hey, eigenlijk valt het best wel mee. Hè, ik vond het heel spannend. Het leek vooral heel spannend. Maar ik heb de knoop doorgehakt. Ik ben er gewoon ingesprongen. Ik ben gewoon dat programma gaan verkopen. Ik ben gewoon gaan zeggen in de praktijk, ik ga dit doen. En dan lijkt het in één keer van, oh, dat gaat eigenlijk best wel. Ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. En ik wil jullie in het halve uurtje wat ik voor de lunch heb, wil ik jullie graag wat extra gedachtegoed meegeven om als je het al aan het doen bent,
Om eventjes te kijken van, hey, ben ik goed bezig? En op het moment dat je denkt van, nou, ik wil graag aan de slag, maar ik weet nog niet hoe. Om je even praktische tools mee te geven om vanaf morgen meteen aan de slag te gaan. Ja. Dan wil ik eventjes kort terug naar toen ik begon. Toen ik begon, werkte ik als fysiotherapeut, studeerde ik osteopathie. En ik zei, goh, bij mij kwam alles bij elkaar. Ik ga een opleiding starten en het zes domeinen model is de kern. En ik had gelukkig wel een omgeving die mij steunde. Maar ik kreeg natuurlijk ook, net als jullie, heel veel kritische vragen. Ja, ik kreeg vooral ook de vraag, ja, maar je hebt nu zo'n goede volle fysio-agenda. Hè? Je wordt zo gewaardeerd als fysiotherapeut, waarom zou je daarmee stoppen? Hè? Waarom wil je dat niet blijven doen? Dat is lekker vast, dat is lekker veilig. Wat is dat zes domeinen model dan? Ik kreeg de vraag van, goh, als jij dus nu 27 bent, is dan jouw doelgroep, zijn dat dan in ieder geval allemaal mensen die jonger zijn dan jou? Want ja, mensen die ouder zijn dan jou, die hebben toch meer ervaring, die kunnen toch niks van jou leren? Ja, dat zijn letterlijk vragen die ik kreeg. En ik heb eigenlijk naar al die vragen niet geluisterd. Ik was mega blind voor dat soort dingen, in een positieve zin. Ik was gewoon mega overtuigd van, luister, dit wordt gewoon een succes, kan niet anders. Punt. Maakt niet uit wie wat zegt. Ik was in het begin de enige die ervan overtuigd was, dit wordt het. En heel veel mensen in mijn omgeving die zeiden van, nou, dat moeten we nog maar zien. En dat is natuurlijk helemaal prima. Ik had zelf geen businessplan, gewoon nul. Ik wist wel hoe mijn model eruit ging zien, maar hij was nog verre van af. Ja, ik had een paar relaties. De eerste thuiscolleges die je ziet, dat zijn de eerste paar relaties die ik had. Maar de cursus zat nog niet in elkaar. Er was een website, er kwam een Facebookpagina. Ik wou als persoon stoppen met social media, maar ik begon het bedrijf en ik heb Instagram en LinkedIn erbij genomen. Ik denk, ja, ik moet daar toch naartoe. En ik ben gewoon begonnen met doen. Er was geen plan van hoe is het over een half jaar of over een jaar of hoe ziet het eruit. Ik ben gewoon mensen in mijn omgeving gaan benaderen van luister, dit is de opleiding die ik ga geven, dit is wat je ermee leert. En dit is het resultaat wat je kan behalen. En voor de eerste opleiding waren er 15 cursisten, waar ik nog steeds heel erg trots op ben. En ik ben het gewoon gaan doen. En dat wil niet zeggen dat jij nu degene moet zijn die zonder businessplan wil starten, terwijl je graag met een businessplan wil starten, want als je dat heel graag heel fijn vindt, dan moet je dat doen. Dus dat zijn niet de dingen die ik wil zeggen, maar ik wil jullie vooral laten zien dat als je start kun je heel veel het gevoel hebben dat je heel veel keuzes moet maken. Ja? En soms maken we zoveel keuzes dat we denken van ja, als dit ook nog moet en dat ook nog moet, nou, dan wacht ik nog wel even. Dan stel ik het nog wel even uit voordat ik ga starten. En de keuzes die je maakt bepalen enorm of je in je kracht komt te staan. En die bepalen dan ook enorm dat als jij met de persoon praat die in jouw programma gaat, die jij gaat begeleiden, die jouw product gaat kopen, bepaalt enorm of die persoon jou dan ook serieus neemt of die ook voelt dat jij in je kracht staat. En ik heb in ieder geval in het begin heel duidelijk gekozen. Ik ga social media gebruiken als een van mijn tools. Ja? Ik ga, iedereen kan dat mij beamen, ik ga heel veel kennis weggeven. Ongemakkelijk veel kennis weggeven. Dat was mijn eerste leerpunt. Hier was ik niet, ik dacht shit, als ik alles weggeef, dan komen mensen niet. Ja? Nou ja, kijk maar hoe het nu gaat. Dat gaat prima. En ik ga me richten op groepen, want ik sta mega graag voor een groep. Ja, als ik voor een groep mag staan, dan ga ik gewoon aan. Dat vind ik gewoon vet. Ja? Dat is een van mijn passies. Doordat ik deze drie dingen koos, ja, niet mega bewust voor mij, maar hè, ik heb dit ben ik meteen gaan doen, ja, kom ik helemaal in mijn kracht. En wat ik heel erg graag als boodschap mee wil geven, als ik andere dingen had gekozen, ja, met de persoon die ik ben, dan was ik waarschijnlijk niet zo ver gekomen. Dat wil zeggen, stel je eens even voor, sommige mensen kennen mij al vrij goed. Stel, ik zou een gigantisch high-end opleiding moeten aanbieden. Ja, en ik zou niks mogen weggeven. Ja, ik heb daar even gisteren nog even over nagedacht. Stel, dat zou mijn opdracht zijn. Hè, ik dacht, oh, high-end, want dan hoef ik niet zoveel te werken. Ja, dat is vaak wat erachter zit. En ik mag niks weggeven, want ja, als ik veel weggeef, dan komen mensen niet meer. Dan hebben ze het idee van de waarde is al weggegeven. Als ik dat zou mogen doen, was ik hier nooit geweest. Ja? De boodschap is dus ook, niet alleen van mij, maar ook voor jullie, wat ik jullie heel erg wil meegeven. Je kunt gewoon kiezen wat je graag wilt. Ja? Dus het is niet zo dat je op social media moet, omdat heel veel mensen dat vandaag de dag doen.
Dat voelt soms wel zo, maar dat is niet zo. Als je het mega ongemakkelijk vindt op een video, als je denkt, hoe werkt dat überhaupt, Facebook en Instagram? Je moet niet. Ja? Dus als je de juiste dingen kiest, kom je in je kracht. En het is dus zeker in Nederland zo, ook in België trouwens, Sander. Er is voor dit model genoeg markt in elk voorstelbare optie. Ja? Zo is bijvoorbeeld, ja, Twan en Chantal zijn er niet vanwege een hele goede reden. Ze zouden er wel zijn. Twan en Chantal zijn bijvoorbeeld Praktijk Basis gestart. Ja? Zij richten zich niet op groepen, maar op het individu. Ja? Daar hebben ze een keuze in gemaakt. Zij zijn niet high-end, ze doen een normale prijs. En ze zijn zichtbaar op social media. En ze doen het goed. Ja? Judith, geveld door de griep, zou ook aanwezig zijn. Moet het in haar dorp eigenlijk alleen hebben van mond tot mond. Ja? Vraagt ook een redelijk normale prijs en doet het ook best wel vaak met groepen. Draait enorm goed. Waarom draait zij goed? Zij heeft de dingen gekozen die bij haar passen. En omdat die dingen bij haar passen, kan zij in haar kracht staan en heeft zij het gevoel, ik kan dit. Ja? Als jij een paar dingen kiest van het lijstje waarvan je denkt, oh, dat ligt mij niet, ja, dan kom je dus ergens ook weerstand tegen. En dat kan ook enorm lastig zijn. En ik wil vooral heel erg wegnemen, je moet niet de keuze maken die je zoveel om je heen ziet. Dat moet niet. Ja? Je kunt het prima op je eigen manier. Ja? Je kunt in steden en in dorpen nog steeds prima op mond-op-mond vooral rondkomen. Dat kan prima, helemaal met dit gedachtegoed. Ja? Je kunt het mega high-end doen. Kijk naar Gert Dille, vijfde podcast volgens mij, CrossFit Kampen. Die maakt er gewoon een spelletje van. Als hij iets verkocht heeft, dan maakt hij het duurder. Dat vindt hij mooi. Dat is zijn ding. Ja? Je zegt, oh, dat is een beetje simpel, Gert. Hij deelt niks, hij is amper op social media, mega high-end. Ja? Na dag 1 en 2 van de 6 domeinencursus... Ja, met die kennis heeft hij in een maand 15.000 euro meer omzet gedraaid. Dat is zijn spelletje. Ja, dat vindt hij mooi. Zo is hij. Maar omdat hij dus die optie kiest, ja, staat hij in zijn kracht en krijgt hij ook de mensen op zijn pad die dat bij hem gaan kopen. Hij maakt ook heel veel impact op de vitaliteit, dus dat is dan weer mooi meegenomen. Ja. De boodschap is dus vooral, kies straks echt wat bij je past. Ja? En misschien ben je nu wel dingen aan het doen en denk je van, ik kom niet zo ver en ik ga niet zo snel en waarom lukt het niet? Misschien kies je wel niet het juiste. Ja? Straks in de pauze zal ik even aan het eind toelichten, is dit ook de opdracht? Ja? Ook al heb je 3 dingen gekozen waardoor je helemaal in je kracht komt, ja, er is altijd uitdaging. Ja? Ik zei laatst tegen Janneke, ik spreek vaak uit, ik ben goed in moeilijke keuzes maken. Ben ik goed in. Ja, zowel zakelijk als privé. Als er iets moet gebeuren, dan moet iets moeilijks gezegd worden. Bijvoorbeeld een stel vrienden waar we een tijdje mee omgaan en dan boot het niet zo goed. Dan ben ik degene die de kogel door de kerk ziet en de volgende dag meteen zegt, luister, dit gaan we anders doen. Laten we er in ieder geval goed over gaan kletsen. Ja. Maar omdat ik uitspreek dat ik daar goed in ben, word ik, zo zie ik het graag, door het universum ook wel eens getest. Dan krijg ik zo even zo van, nou Tim, als jij zegt dat je zo goed bent, nou doe deze dan ook maar even. Zo voelt dat dan een beetje. Ja, zo kijk ik er graag naar. Dus het is niet zo als je dan 3 dingen hebt gekozen dat je denkt, nou vanaf nu voorwaarts, nu is het altijd goed. Je hebt altijd een periode dat je denkt, wow, ik wou dat het altijd zo was. En er komt ook wel eens een periode dat je denkt, wat is wat rustiger qua programma's. Of mensen zijn niet zo tevreden, ik heb een keer een klacht binnengekregen. Je wordt wel getest. Ja? En dat is ook maar goed ook. Want alleen als het echt je passie is en je wil het echt, dan mag je slagen. Ja? En 3 dingen hebben mij daar enorm in geholpen. Ja. En de eerste heb ik van Simon Sinek van Start With Why. Ja. En die noemt dit fenomeen de bell curve. Ja. Op het moment dat je start, en heel veel mensen hier starten of gaan starten, dan moet je je realiseren dat als je iets nieuws start, dat niet zomaar iedereen zegt, wow, applaus, dat kom ik bij je doen. Dat is helaas, dat is eigenlijk maar goed dat dat niet zo werkt. En het eerste kleine groepje mensen wat zich bij jou meldt, noemen ze de early adapters. Dat zijn ook de mensen die in een slaapzak voor de Mac Store liggen als de nieuwe iPhone uitkomt. Die willen hem als allereerst. Ja. Daar ga je met een nieuw product, ja, daar ga je een paar mensen van krijgen. Die denken van, oh, dat is nieuw, dat is interessant, oh, dat vind ik wel wat. Mij gaf dat enorm veel rust. Zo van, hey, als ik dus al mensen binnenkrijg, dan weet ik dat het grote gros van de mensen volgt nog.
Dat is wat het voor mij heel erg deed in het begin. Het was echt een mindgame van, wat als er 3-4 weken geen aanmeldingen binnenkomen? Dan moet je ook vertrouwen hebben. Je moet vertrouwen hebben in wat je doet en het werk wat je levert. Maar dit modelletje heeft mij enorm geholpen. Want na de early adapters heb je de early majority. Een grote gros mensen die zeggen, hé, maar als dat helpt en ik hoor het bij de buurvrouw, mond op mond, en ik hoor het daar en ik zie het nou al een paar keer op social media. Dan denk ik, potverdorie, oh, nou, daar zit wel wat in. Laat ik maar eens contacten. Dat is een vele grotere groep. Ja? Voor mijn gevoel is die bij ons nu een beetje aan het aanbreken bij Physis Academy. Ja, nu krijgen we zo onverwacht zo aanmeldingen binnen dat ik denk, wow, komen die vandaan? Ben je 3-4 jaar verder? Ja. Dan heb je nog de mensen die er zo een beetje achteraan sukkelen. Ja. De late majority, dus de latere overheid. En dan heb je nog wat ze noemen de laggards, dat zijn de achterblijvers. Die, daar moet je nooit om geven. Dan moet je gewoon maar bedenken, je moet deze en deze groep mensen, die moet je hebben. Ja? Dus op het moment dat je iets start en je denkt, oh, mijn site ziet er goed uit en dit ziet er goed uit en ik ga een lezing geven en ik ga zus en ik ga zo. En bij die lezing komen in eerste instantie maar 5 mensen opdagen en daarvan doet nog niemand je programma. Ja? Dat is niet gek. Ja? Je bent iets aan het starten. Ja? Je moet iets beginnen. Ja? Het kan zijn hè, dat je de vliegende start van je dromen krijgt, dat kan. Maar als het niet zo is, dan is het een mindgame. Wat ga je doen? Ga je stoppen? Of is het echt je passie en wil je door? En mij heeft dit modelletje, ik heb dat echt vaker tegen mezelf gezegd. Timo, luister, die early majority, ja, die vroege, dat grote gros, dat komt vanzelf. Heb maar geduld. Ja, omdat ik zo hard voelde van ja, wat ik aan het doen ben, dat klopt. Ja. Dat is tip 1. Tip 2 is het magische getal 5. Die heb ik van Gary Vee geleend. Ja. Als je echt doet waar je passie ligt, ja, dan maakt het niet uit of je daar de komende 5 jaar al je fulltime loon van verdient. Want het is je passie. Je vindt het mooi om te doen. Ja. Je mag in die 5 jaar al wel ervan kunnen leven, dat mag wel. Maar als je werkt, als je eraan werkt, aan het project wat jij wil gaan starten, alsof je er de komende 5 jaar toch niet vast inkomen uit gaat halen, ja, dan hou je heel veel twijfels en andere dingen haal je weg. Ja. Want wat maakt het uit als je volgende maand 1 traject hebt? Maar doe dat traject dan zo goed, ja, dat je volgend jaar of het jaar daarna op die mond-op-mond reclame mag teren. Ja? En ik kan zelf ook in mijn hoofd enorm zitten met dat ik denk van, oh jeetje, deze maand, boeh, nou, dat is nog maar de vraag of het allemaal een beetje goed komt. En ik wil graag hè, meer aanmeldingen, zo, 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 zo. En ik denk van, ja Timo, even weer op zijn plek, hoe lang ben je dit nou aan het doen? Ja, verwacht je nou zomaar dat alles zomaar vanzelf komt? Ja, dat is ook niet heel realistisch. En wees dus realistisch, wat verwacht je van jezelf? Ja? En natuurlijk mag je er binnen 1 jaar van rondkomen. Dat mag vanaf moment 1 al. Ja? Dat is altijd het streven. Ja? Maar mij bracht dat enorm veel rust. Van ja, als het toch echt je passie is. Ja? Ik heb de eerste 2-3 jaar 80, 90 uur in de week gemaakt. 36 uur als fysiotherapeut, opleiding osteopathie. Ik was met een ander bedrijf bezig en met Physis Academy. Dus in de weekenden vaak, nog vroeger eruit, nog later naar bed. God, Timo, waarom doe je dat? Ik zei, ik weet waar ik over 5 jaar ben. Ja, maar hoe weet je dat zo zeker? Ik zei, dat voel ik. Dat kan niet anders, dat is zo. Ja? En ik gun heel veel mensen die overtuigkracht. En mij heeft het dus heel erg geholpen om te zeggen van, hey, stel je dan de eerste 5 jaar nederig op. En als het meevalt, valt het mee. Ja? En de laatste, maar daar is geen sheet voor. Die is heel, heel, heel eenvoudig. Als je nu start met wat je wil gaan doen, is het altijd over 1 jaar beter. Altijd. Ja, dus het programma wat je wil gaan doen, de prijs die je wil vragen, de video's die je maakt, de content die je schrijft. Als je nu start, het is altijd over 1 jaar beter. Dus op het moment dat je denkt, nou ik wacht nog even voordat ik start. Alles wat je nu doet voordat je start, het is altijd over 1 jaar beter. Ja? Dus wat je het beste kan doen, is dus als je nog niet gestart bent, ja, kies 3 dingen en kies er 2 waarvan je denkt, die liggen mij helemaal. Als je nu als fysiotherapeut al geroemd wordt, hè, van mond tot mond reclame, als dat nu al helemaal zo is, kun je prima, ja, besluiten van, hey, wacht even, dat wordt mijn ding. Ja, daar kun je echt een model van maken. Ja. Dus kies er 2 waarvan je denkt, die liggen mij helemaal. Dat ben ik ten voeten uit. Ja, als jij die high-end man bent, dan ben jij die high-end man. Maar als jij denkt,
als ik 1000 euro voor een dag moet vragen, dan word ik al ongemakkelijk. Moet je je afvragen of je dat wil. Ja? En mijn opdracht is dan, kies er eentje die je heel graag wil, maar die je nog een beetje spannend vindt. Ja? Waarvan je denkt, ja, ik wil eigenlijk heel graag die persoon zijn op social media. Ja? Als je dat heel graag wil zijn, dan denk ik, ik vind dat nog wel wat spannend. Ja? Kies hem dan. Ja? En focus je er dan op. Maar als je denkt, nou, ik zie mij dat in de komende tijd nog helemaal niet doen, kies hem dan gewoon niet. Je hebt hem niet nodig. Ja? Kies 3 dingen waardoor je enorm in je kracht komt. En realiseer je dus vooral, als ik nu start, het is altijd over 1 jaar beter. Als ik kijk naar Physics Academy, ja, die 6 domeinencursus, die is nu weer beter. Ja? Die Physics Academy jaaropleiding, die bestond nog niet. Ja? Level 1 en 2 cursus, daar zijn we mee aan het stoppen. Je gaat altijd aanpassingen maken, dus waarom start je niet nu, maar dan wel op jouw eigen manier? Dat is de truc. Ja. Wat we zo gaan doen, we gaan straks beneden heerlijk lunchen. Althans, ik vond het vorige keer heel erg lekker, dus ik zei, doe maar alsjeblieft dit nog een keer, maar ik vond het echt heel lekker. Kijk even goed naar dit bord, ik neem hem ook gewoon mee naar beneden, ik zet hem daar gewoon neer. En zorg dat je in groepjes, ja, groepjes, een 2-tal waarvan je denkt, hey, dat is fijn sparren, maar 4, 5 is fijn. Ja. En ga dan elkaar even uitvragen van, hey, welke dingen passen bij jou? Wat ben jij aan het doen? Ja. En ook al ben je al ver aan het starten, ook al ben je hier al helemaal mee bezig, laat jezelf maar even testen. Ja. Wat zijn de dingen die je nu doet, passen die ook echt bij jou?